Ik spring op de bres voor Marlies Reterink. Zij wordt lastiggevallen door haar ex Howard V. Een man die de afgelopen tijd op veel meer plekken een spoor van ellende achterliet. Maar hij is daarna verdwenen. We probeerden eerder hem naar het huis van Marlies te lokken voor een confrontatie. Maar dat mislukte. Mijn collega heeft de oplichter alsnog opgespoord. In Eindhoven. Ik spreek snel met Marlies af voor een nieuwe poging. Nou, een paar dagen verder. Ja. Was teleurstellend dat hij niet kwam opdagen natuurlijk. Het was wel te verwachten, maar ook teleurstellend. Heb jij nog iets van hem gehoord? Ja, we hebben wel weer gefacetimed. Hij heeft een ongeluk gehad op die zaterdag dat hij niet kwam opdagen. Dat was de reden? Ja. Ja. Vandaag een nieuwe dag, want we hebben hem gespot. In Eindhoven. Ja. Maar wat had hij gezegd vandaag? Dat hij aan het werk is in België. We hebben hem naar binnen zien gaan, in een huis. Stel voor heel snel die kant op te gaan en naar buiten op te wachten. Ga zitten. Ja. Hij moest eens weten. Gaat hij boos worden op je als hij je ziet? Ik denk dat hij heel verbaasd is. Verbaasd. En misschien daarna boos. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Die vent is niet te peilen. Dit is de weg en hij zet hier nummertje. Oké. Okay. Gaan we even kijken. Ja, dan moet ik auto langs rijden. Ja. Dit is hem, hier rechts. Oh, hij heeft alles dicht. Ik weet niet of hij boven de gordijn ook dicht heeft. Ja, dat is prima toch. Dan ziet hij gewoon een zwarte auto langs komen rijden. Ja. Zeker. Gevoelsmatig staan we hier goed. Denk het. Maar in elk geval, hij ziet niks. Als we net staan opgesteld, krijgt Marlies een bericht van Howard. Moet ik u met de auto niet door? Wacht even. Ik krijg een berichtje. Ben je werker, schatje? Ben je werker, schatje? Dat appt hij. Ja. Ze zullen maar gewoon even druk. En dan als hij belt, niet opnemen. Sta op schuin dak, stuurt hij net. Hij zit gewoon in huis. Een dakkapel reinigen. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat geloof je gelijk. Hij zit hier gewoon binnen. Hij verzint het te plekken. Miste jou en dacht aan je, dus deed ik maar iets laten horen. Alles wat je zegt, liegt hij. Ja, hè? Ja. Dat je zo wat leven hebt. Heb jij goed zicht op zijn voordeur daar? Ja, als hij hier naar buiten stapt, dan zie ik hem direct. Ja. Ja, als ik beweging zie, dan bel ik je weer direct. Oké, succes. Joep, jullie ook. We wachten een lange tijd. Maar Howard lijkt weinig zin te hebben om naar buiten te komen. We verzinnen een list om hem naar buiten te lokken. Marlies stuurt dat ze hem wil videobellen, zoals ze dat vaker deden. Oh, hij is net online geweest. Kan ik even videobellen? Zullen we even video? Ik heb pauze. Kunnen we videobellen? Dus een paar minuutjes bellen en dan weer in de auto komen, ja? Ja. Succes, hè. Hopelijk komt Howard dan naar buiten gelopen. Want Marlies mag natuurlijk niet zien dat hij op de bank zit. Hey, ze loopt nu naar dat paadje toe. Ik laat Marlies naar een neutrale plek lopen, zodat Howard geen argwaan krijgt als hij haar achtergrond ziet. En als hij naar rechts gaat, dan komt hij hier weer langs lopen, weet ik wel. Dus dan vang ik hem hier gewoon op. Het plan werkt, want mijn collega ziet dan beweging bij de voordeur. Het is Howard V. Hij gaat bewegen. Hij loopt hier. Waar loopt hij? Hij loopt hier, hij loopt rechtdoor. Wacht even. Wachten, steek over. Hij loopt de straat, denk ik. Marlies? Steek over. Wacht even. Ik was net Marlies moet nu razendsnel terug de auto in voordat Howard iets doorheeft. En rechtsomkeerd maakt. Zij is overgestoken daar dat straatje. Oké. Oh, mijn god. Vieserik. Gaat het? Is hij buiten? Waar is hij hier? Daar loopt hij. Ja, daar links. Rustig aan. Niet kijken. Hebt je ons gezien? Nee. Oh, mijn god, moet ik gelijk met je meelopen? Rustig aan, ja. Wacht even. Nu Marlies bijna oog in oog staat met haar leugenachtige ex, wordt de spanning haar bijna te veel. Oh, hij gaat de bosjes in. Nu eruit. Ik ook? Ja.
Howard. Mijn naam is Alberto Stegeman. Je kent Marlies. Kunnen wij even praten? Mama. Er zijn nog een hoop mensen die geld van jou te goed hebben. Hotel in Beerseveld. Waarom heb je niet betaald? Dat komt er niet. En nou eigenlijk zaak begonnen, dat kan wel. Nou, maar je hebt gezegd dat je namens een bedrijf aan het werk was daar. Ja. Wij hebben uiteindelijk contact gehad met de eigenaren. Dat heb je gewoon verzonnen. Jij hebt gemaild vanuit dat bedrijf, ja of nee? Nee. Ja, dat heb je wel gedaan. Sterker nog, ze hebben aangifte tegen jou gedaan. Ja, dat is ook goed. En je hebt heel veel getankt zonder te betalen. Klopt ook. Ja. Ik heb de vier van terugbetaald al. Ik ben bij heel veel partijen geweest die zeggen... hij heeft hier iets ondertekend, ja, dat hij gaat betalen. Ja. Maar uiteindelijk heb je nooit betaald. Moet je bij mijn ex-bewindvoer zijn, die hebben we er vier van betaald. Ja, maar er zijn nog een heleboel, die staan allemaal open. Dat weet ik, maar ik krijg... Maar jij neemt toch geen contact met ze op? Ja, want ik heb een ander nummer, ik weet het niet meer. Maar het hotel in Beerseveld, Jeroen en zijn vrouw, die voelen zich echt door jou bestolen. Hij zegt, hij is hier geweest, hij heeft hier gegeten, hij heeft hier geslapen. Ja, klopt. En ineens was hij weg, zonder te betalen. Ja, klopt ook. En nu? Ik betaal ze wel, hoor. Jij staat in mijn telefoon. Ja, maar jij neemt ook geen contact meer op. Je hebt geen sorry gezegd. Je was onvindbaar voor ze. Nou, ik was niet onvindbaar, want ze appte mij gewoon continu. Ja, je telefoon. Maar ze weten niet waar je zit. Sterker nog, jij zegt steeds dat je ergens bent, maar dan ben je daar helemaal niet. Ik wil Jan Letters aan de België in Lommel. Jij zou vandaag bijvoorbeeld... België. België, we zijn hier achter bezig. Nee. Ja, daar waren we bezig. Ben je niet. Glas en glashap blijf jij voorliggen. Nee, hier achter waar. Want zij, daar jij zit daar gewoon in dat huis. Je hebt allemaal verhalen verteld tegen ook die tankstations. Van, hé, ik woon hier om de hoek. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Ik kom zo terug. Het is allemaal verzonnen. Ja, diesel en benzine is duur, hè. Goede tijd. Mensen vragen erom, ja. Benzine is duur. De houding van Howard is ongelooflijk. Benzine is duur, maar betekent dat dan dat je kunt tanken zonder te betalen? Nee, eigenlijk niet. Maar waarom doe je dat dan toch? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, jij loopt glashard te liegen tegen mij over alles en nog wat, over geld terugbetalen. Nee, er zijn heel veel partijen die mij hebben ingeschakeld. Oh, er zijn er heel ik veel. Ik heb geen geheim ervoor, hoor. Je mag dus uitzenden. Er zijn er heel veel die nog geld van jou krijgen en wij ook. En nog vanmorgen zit jij met glashard voor te liegen dat je aan het werk bent. Vakantie met ons gezinnetje. Gezinnetje is er niet meer. Dat heb je wel begrepen, denk ik, ja, hè? Prima, gaat er alleen. Maar maakt niet uit. Oh, ik vermaak me prima alleen. Ja. Zeker weten. Ik heb nooit gelogen. Haar vader heeft ook aangifte gedaan. Ja, dat kan wel, maar dat ben ik niet geweest. Dat bedoel ik nou. Nou, dat zeg ik. Ik ben eigenlijk niet geweest. Dylan is ook geld kwijt. Dylan heeft alles op de cent teruggekregen. Ja. Heeft hij alles teruggekregen? Nee. Heeft alles... Een beetje, maar niet op de cent terug. Een schijntje heeft hij teruggekregen. Heb je toevallig al de dossiernummers bij? Geef maar. Neem ik ze mee. Nou, volgens mij weet jij wel wie jij allemaal moet betalen, toch? Ja, de tankstations weet ik niet meer, mevrouw Moos. Leuswijk en dat was het. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook bij partijen ben je geweest waar je ook hebt gebivakkeerd en waar je ook niet hebt betaald, hè? Ja, één uit Epe. Hoeveel moest je daar nog betalen? 152 euro of zo. Waarom doe je dat dan niet? Dat weet ik eigenlijk niet. 185 euro. Vakantiepark. 4 nog wat of zo. Waarom heb jij die periode overal geslapen, gegeten, getankt, etc. en niks betaald? Ja, dat is wel heel simpel. Dan laat je het padje af, klaar. Dat ben ik heel simpel. En nu dan? Nou, nu gaat het goed. Ja. Als jij me de zin hebt, zal ik zorgen dat ze betaald worden. Nou, ze gaan zich melden, maar je weet wel waar je geweest bent. 10 tankstations in die hele omgeving. Want ik heb Jeroen ook gesproken en zijn vrouw. En die zeggen, joh, hij is hier geweest. Wij hebben een enorme knauw gekregen in het vertrouwen van mensen. We hebben hem volledig vertrouwd. Dat heeft hij beschaamd. Daar balen ze van. Heb jij iets te zeggen tegen Jeroen en tegen zijn vrouw? Ja, spijt me echt. Neem snel contact met jezelf. Ik ben niet serieus. En ga je ze betalen? Ja. Ik ben nu met mijn bedrijf begonnen. Het loopt allemaal redelijk goed nou. Ik hou geld over. Ik kan ze dus betalen. Ik doe alles iedereen in termijnen. En dan is het denk ik nog een belangrijk punt, Marlies. Jij wilde nog wat tegen hem zeggen. Als een soort einde. Ik wil jou nooit... maar dan ook nooit meer zien, nooit meer horen en flikker niet.
om bij mij en Dylan in de buurt te komen. Moet je ook contact opzoeken via app. Maar dat doe ik ook echt niet meer. Maak je maar geen zorgen. Dat deed ze ook alleen maar om hem vandaag in de val te laten lopen. Zullen we afspreken, Howard, dat jij Marlies niet meer benadert? Oh, maar dat doe ik niet meer dan. Geen contact meer opneemt en niet meer lastig valt? Nee, dat ga ik niet doen. Is dat een belofte? Ja, daar heb ik me zeker aan. Blok hem op alles nou. Je gaat hem blokkeren? Het is nou klaar. Het is klaar? Ja. Ik wil je waarschuwen om niet nog meer slachtoffers te maken. Dat doe ik al lang niet meer. Ik zet hem toen was van het padje af. En nou heb ik de draad erop kunnen pakken. Nou, gaat goed. Wij gaan dit uitzenden. En jij bepaalt het einde. Ja. Dan mag jij ook uitzenden als je betaalt, hè? Zeker, gaan we zeker vertellen. Jij neemt contact op met het hotel in Beerseveld. Ja, Jeroen. Ja, dat ga je doen? Ja, kan jij zo... En die ga jij betalen? Kan jij zo dragen van die tankstation alsjeblieft? Ik weet ze echt niet meer, hoor. Delden. Als jij naar het tankstation gaat in Delden, dat kun je onthouden. Die heeft ook de lijst met de rest van de tankstations. Ja. Ga je contact met ze opnemen? Ja, doe ik. Oké. Prima. Heb jij nog een laatste woord? Nee, ik ben klaar met die gast. Je bent klaar met die gast? Ja. Top, dankjewel. Oké. Houdoe. Houdoe. Fijne dag. Wat vond je ervan? Heftig. Maar hij ligt nog steeds. Hij zegt dat hij hier aan het werk was. Ja, dat is niet zo. Hij bekende wel alles, hè? Hij zei, ik heb inderdaad die schulden gemaakt. Ja. Ik ben dat geweest en ik ga ze terugbetalen. Ja, geloof je het zelf? Nee, dat doet hij echt niet. Hij heeft ook gezegd jou te blokkeren, geen contact meer met jou op te nemen. Jij blokt hem nu? Ik blok hem overal op. Nergens meer op reageren? Nee, het is klaar? Nee, het is nou helemaal afgelopen. En als hij zich wel meldt, de politie bellen? Ja. Per direct? Ja, doe ik. Spannend allemaal, hè? Ja. En het gaat. Ja. Ja. Voelt het als opluchting? Ja, ja, echt. Ja. Blij mee? Ja, heel blij mee. Kom, we gaan. We gaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Dat was even spannend. Spannend, hè? Zo. Gaan we rijden. Ga lekker zitten. Fijn. Ik blok hem. Nu. Tuurlijk. Per direct. Afgelopen. Blokkeren. Weg. Weg. Die is weg. Insta had ik hem ook nog openstaan. Die is geblokt. Ja, that's it. Ik ben van hem af. Oh, wat fijn. Goed gedaan. Ik vond het even heel spannend. Ik zag het. Hé hé. Hé hé. Eindelijk. Oi, 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 oi. Na de confrontatie heeft Howard geen contact opgenomen met zijn slachtoffers. En is er, voor zover we kunnen nagaan, door de oplichter ook geen cent terugbetaald. Dus bent u opgelicht door hem, doe dan aangifte bij de politie. En zodra er nieuws is over dat politieonderzoek, meld ik dat via mijn Instagram-account alberto.stegeman. Goedemorgen, Alberto. Goedemorgen. Kom erin. Dankjewel, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Ja, top. Heb je nog wat van hem gehoord? Nee. Hij heeft niet gebeld? Helemaal niks. Is hij langs geweest? Niks. Lekker rustig. Dus op het moment dat hij je weer lastig zou gaan vallen, één belletje met de politie? Ja, 112 en ze komen eraan. En wat is jouw gevoel na die confrontatie? Er viel een last van mijn schouder af. Echt, 10 kilo lichter. Geen Howard meer in jullie leven? Nooit meer. Nooit meer.